Nicolas, ben je hier voor jezelf of voor God? Het is begonnen toen ik 16 was, van 15, 16 jaar. Geloof kwam niet aan bod, thuis of op school. Ik had zoiets van, het zal wel allemaal. Het interesseerde mij eigenlijk ook helemaal niet. En met mijn vrienden gingen wij altijd dingen doen die je niet doet. Op een bepaald moment gingen wij een kerk binnen die tegenover de school stond. Waar we eigenlijk elke dag naartoe gingen om offerblokken leeg te halen en kaarsen, ja, onnozel doen. Dat dat dus eigenlijk allemaal niet doet in een kerk, dat deden wij daar dan wel. En op een dag, wij kwamen daar binnen en in alle kerken hangt er zo'n heel groot kruisbeeld. En hij heeft, ik weet niet waarom, maar zo'n indruk op mij gemaakt. Zo'n heftige impact. En dat was heel emotioneel. En ik wist niet waarom, ik wist ook totaal niet wat er gebeurde. Dat leek een eeuwigheid te duren, dat moment. Ik ben nog gewoon naar buiten gelopen. Ik heb mijn vrienden ook niet meer gezien die avond. En ik heb daar dan uiteindelijk ook niks mee gedaan. Oké, dat maakt wel een indruk, maar uiteindelijk... Ja, het zal wel een fantasie geweest zijn. Ik ben Nicolas de Brouwer. Ik ben 25 jaar. En ik ben Norbertijn van Haverbonen. Op een bepaald moment, ik kon niet slapen en had ik dan met het gevoel van, oké, Nicolas, je moet bidden. Maar bidden in de nacht. Dus ik had die discussie met mezelf van, ja, maar bidden, ik weet niet wat dat bidden is. Hé. Wat is dat nu weer? Dan staat het daar in het midden van uw kamer, s'nachts, in de donkerte, in uw boxer, te koekeloeren, een rare kwiet, als ik daar nu op terugkijk. En dan had ik opeens een heel sterk gevoel van aanwezigheid. Ik was heel bang. Zowel die eerste keer in die kerk, als die nacht. Ik was verschrikkelijk bang. Alles waar dat mijn leven rond draaide, dat viel precies uit elkaar. Totdat ik, out of the blue, mij de vraag heb gesteld van, kijk, Jezus, ben jij dat? En met dat ik die naam uitspreek, of uitsprak, viel die angst weg. Dat was heel raar. Zo echt precies of alles van mij afviel. En een heel grote... rust en vrede. Ik wist wel al op jonge leeftijd van Nicolas dat hij priester ging worden. Hij was een paar weken oud en toen hebben we hem aan het doen in Bijenhof. En er kwam een zuster kijken en die zei, ah, een toekomstige acolyt. Maar ik persoonlijk denk dat hij daar ergens een zegen heeft ontvangen. En op een bepaald moment, hij was een jaar of 17, hij zit voor mij aan tafel en hij begint echt te wenen, te wenen, te wenen. En ik zeg, Nicolas, wat scheelt er? En hij zegt, mama, je gaat me niet verstaan. Ik zeg, ja, kan ik jou niet verstaan? Ik zeg, wanneer wil je vertrekken? En hij schrikt zo. En hij zegt, zo vlug mogelijk. En dan heb ik gebeld naar de verantwoordelijke van... in La Vaux-Saint-Anne. En hij mocht dan de andere dag al vertrekken. Dus de dag nadien was het omgekeerd. Hij met een grote glimlach en mama met de traantjes. Hij zit nu op het begin van zijn spoor. En ondanks het feit dat je dat al heel lang weet, ja, het is moeder zijn, niet? Het is je kind loslaten, niet? Als kind denk ik van wat ik hoor van mijn ouders en van mijn omgeving, dat ik wel altijd heel zoekend ben geweest en dat dat zoekende aspect mij heel onrustig heeft gemaakt. En die onrust heeft zich dan geuit, denk ik, in geweld, in vandalisme, in drugs, in seks, in uitgaan, dat ik zelf zat naar school ging. Om niet die confrontatie te moeten aangaan met mijn eigen zoeken. Als ik ze lessen opvroeg op school, dan... de ballen, de lum.
En dan ineens, ah nee, stop, opnieuw. En dan zeg ik, maar Niklas, zeg, hoe ben je? Je hebt het allemaal goed, dat is juist. Nee, maar ik ben de komma vergeten. Dan dacht ik van, oh nee, dat was een paniek. Het was niet goed. En dat was zo nog een beetje die, denk ik, die rusteloosheid die in hem zat. Omdat hij zijn plekje nog niet gevonden had. En als ik hem zo herinner en hem nu ervaar, is hij veel kalmer. Ik heb er ook nooit echt over gesproken, over hoe dat allemaal effectief is gebeurd. Mijn vader weet niet hoe dat is gebeurd. Hij was er ook niet goed te vinden. Toen ik dat zei van ik ga naar het klooster. Ik heb die een hele tijd al ook niet gehoord. Ik ben er 2,5 jaar, 3 jaar geen contact meer gehad. Op de proclamatie van zijn zus was papa daar met zijn vriendin. En ik had gezegd, Niklas, ik blijf gewoon constant bij u. We staan niet alleen. Dus papa stond een paar meter verder met zijn vriendin. Met de dochter te praten, met Lore. Maar niks tegen Niklas. Hij heeft geen hand uit te rijden naar hem. Niks, gewoon niks. Daarna stapten we in de auto, Niklas en ik. En voilà, zegt hij. Dat is het. En dat doet wel pijn als moeder. Omdat je weet dat je zoon enorm pijn heeft, dat hij zo ja. Ik denk dat hij dat wel gaat meedragen voor de rest van zijn leven. Augustinus is een teamspeler en dus is gemeenschap gedurende zijn hele leven geen middel, maar een doel. Dat is begonnen als een mop, dat YouTube-kanaal. Ik ben dat begonnen met een medebroeder die jammer genoeg is uitgetreden. Het is ook een hele zoektocht geweest om een naam te bedenken en zo. Dus we zijn dan uiteindelijk uitgekomen bij de Averboden Jongmans. Dan heb ik heel hard gedacht van, ik stop ermee, want alleen kan ik dat niet. Ik weet ook niet hoe ik dat moet doen. En dan kwam de app naar mij en zei van, ja, wanneer gaan wij onze video maken? En ik zeg, ja, ik weet niet of ik dat nog over... Ja, maar je moet dat verder doen. En dan ben ik zo eigenlijk begonnen, op mijn eentje dan. Ja, wat ik eigenlijk probeer te doen in mijn werk buiten de abdij ook, in verschillende taken, is om een zekere opening naar gevoeligheid voor een groter geheel aan te spreken. Ik vind dat typisch Niklas. Ik denk dat wel gaat zijn om jongeren een keer op een andere manier een inkijk te geven op het kloosterleven. En misschien jongeren te prikkelen om kloosterling te worden. Je moet er maar op komen eigenlijk. Maar een keer een filmpje van Averadepoelde. Schitterend. Ik verschoot ervan. Het is een hele tijd geleden dat ik dan een video had gepost en dan opeens een nieuwe video en dat dan op 24 uur meer dan 2000 views op Facebook alleen. Ik kreeg iedere week berichten op de pagina, dus in de chat. Mensen die aangemoedigd worden door de video's, mensen die vragen hebben in verband met video's. Ik kreeg zo'n bericht van, kan ik een keer bellen of zo? Als kind was ik toch wel een stuiterik, om het zo te zeggen. Heel veel dingen gedaan die je eigenlijk niet doet. Vandalisme, drugs, seks, uitgaan, ook tijdens school, spijbelen. Gewoon pesten, ook fysiek. Bijna van school gestuurd, strafstudie, stickers in je agenda, noem maar op. Je wordt niet zomaar van school gestuurd, hè? Allee, is dat dan ik? Serieus in de knoop met zichzelf ook. Van wie hij was, hoe hij was. Het feit dat ik vroeger drugs heb genomen, maar het is niet dat ik kleintjes lag te snuiven. Weet ik. Het is niet dat ik mijn bankkaart niet mocht aflekken of zo. Maar
dat staat er los van. Ik heb daar gewoon geen behoefte meer aan. Ik ga niet zeggen, het is normaal. Maar ik begreep zijn keuze. En ik vind het goed dat hij zijn eigen plekje heeft. Van, je kunt een masker opzetten, maar dat begint te barsten aan het tijden. Of er veel meisjes waren tijdens het uitgaan. Ja. Hoe meer, hoe beter. Ik heb ooit al een vraag gesteld of dit wel de weg is die ik moet gaan. Het is niet omdat ik in een klooster of een abdij ben, dat mijn gevoelens en verlangens opeens afstaan. Het is niet altijd even gemakkelijk. En ik ben ook al verliefd geworden en zo. En dat was heel moeilijk, omdat dat dan ook wederzijds bleek te zijn. En ik dacht, ai, probleem. En dan hebben we eigenlijk heel lang gesproken met elkaar, verschillende momenten. En werd ik ook echt voor de keuze gesteld in de zekere zin van, oké, blijf ik religieus of ga ik voor die relatie? Dan heb ik toch gekozen voor het religieus leven. Ik weet niet waarom ik toen voor het religieus leven heb gekozen. Ik denk dat verlangen om dat mysterie, wat dat God uiteindelijk is. Nu de laatste periode ook weer, dan sta ik daar. Ik ben dan nog een roker, dus ook alweer niet goed voor me. Zo. Dan sta ik daar in te roken zo, en dan kijk ik naar dat kruisbed en dan denk ik, wie ben jij? Wie ben jij toch? Ik lees kijk van alles over u, in de Bijbel en de boeken, en ja, ik hoor van alles spreken, God is goed, God is zo, Jezus is zo en zo. Maar is dat zo? Is dat zo? Wie is dat?